Hallo daar, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag, iedereen kent trolleybussen, die bussen met die elektriciteitskabels. Vandaag ga ik laten zien hoe moeilijk die zijn om te besturen in deze film, in deze realistische Gongbox game. Het is nog een in-depth dus voor artbooks. Maar ik zou nu al zeggen, ik ben niet erg goed in deze game. Oké. Dus ik ga even naar het menu gaan. Dus hier hebben we het menu. Ik ga even de kwaliteit op. Waar zet ook de video. Dus we hebben hier het main menu. Ik ga even kijken, want ik ben vergeten preview server te gaan. Want ik zou je zeggen, als je dit in een normaal server doet, het gaat gewoon niet. Ja, het is heel moeilijk om dit in een rode server te doen. Dus wat zoals je van boven ziet, het is een in-dev version, oftewel er kunnen een niet gefinished versie, dus er kunnen wel nog bugs zijn. Gaan kijken. Oké, wacht. Ik ga even private server joinen. Zo. Dus hier kun je ook de naam zien. Ja. De officiële naam is Osfets TRP Trolleybus. Surfers. Voor de mensen die het wel weten. De privé servers in deze game zijn gratis. Dus je moet geen geld betalen als je zelf deze game wilt spelen. En je denkt van, dat is kut. Dus kijk wat je hier kunt zien. Privé servers. Free. Heb ze geen. Op zich, als je voorbij het begin bent, gaat het wel redelijk smooth, want ik was gisteren of zo. Ja, voorbij het begin liep het redelijk smooth en dan ja, af en toe een paar keer dat het misliep.
Maar dan ga ik zelfs wel laten zien wat er misliep. En ja, ik ga niet zeggen hoe je het kunt voorkomen, want dat weet ik zelf niet. Maar ja, we gaan er gewoon het beste van maken. Is er vandaag niet veel zin in. Ja, waarschijnlijk ook het opname ding dat open staat. Ja. Ik merk het wel. Het lijkt echt. Maar hoe het eerst was, eerst lijkt het op de video, maar bij mij liep het echt zo smooth als iets. Dan heb ik toch liever dat het bij mij zo lijkt, dat ik dat weet. Ja. Want wat ik gedaan heb, ik gebruik dus Streamlabs. Als opname apparatuur. En als je Streamlabs downloadt, dan kun je kiezen voor de beste kwaliteit, automatisch beste kwaliteit te zoeken. Kijk je naar uw internet, uw ja, hoe had u computer presteert en zo. Dat vind ik wel echt een tof feature, maar ja, ik kan niet daar ja. Dus als je dingen zoals kijk, hier komt een bord zoals je kunt zien. Als je dat wilt plaatsen, moet je V inhouden en dan klikken. En dan kun je het bordje plaatsen. En zelfs ga ik laten zien hoe dat aan de buitenkant ziet, eruit ziet natuurlijk. Dus als je alle drie die dingen hebt gedaan, dus, krijg je linksonder route successful changed. En dan het nummer naar wat je. Naar welke borden je hebt gebruikt. Dus wij gaan naar Lighthouse 10 Orange Everything. Dat is precies hetzelfde. En dan hier van achter staat een 10. Het volgende wat je moet controleren, je klimt op de ladder gedicht. 47%, 46%. Dat is ietsjes te weinig. Dus we pakken de pole het orange. We gaan hier omhoog, je pakt de orange in je hand en je klikt hier rechtermuisklik, rechtermuisklik. Dan de orange uit je hand, het makkelijkste. Goed uit. En dan pak je twee keer de pole het insert. Pole het insert. En dat zijn die dingen die we er net uit hebben gehaald. Ja, 100% in het blad. Ook bij deze, V indrukken of inhouden. Soms wil het niet werken. Als dat gebeurt, zou ik dat uitklappen. En dan gewoon even blijven proberen. Heeft er echt geen zin in. Nee, heeft er geen zin in. Normaal moet er zo'n groene dinges opkomen. Doet die nu niet.
Maar ja, je moet dat erop doen, anders. Ja, we hadden het. Come on. Nee. Yes. En aan deze kant, daar zo. Zoals je ziet, het loopt niet altijd super smooth. Als we dat gedaan hebben, kunnen we die erin doen, pakken we onze klok. Opgelet, eerst de klok en dan de reverse wrench, want je kunt die reverse wrench niet uit de hand doen. Voor dit te plaatsen weer placement mode en dan naar dat kleine, ah, wat is dat? Zo'n ding hier van achter je stoel. Dan klok. Zo. Dan de catcher, de ball catcher. Een wrench. En wat te doen. We pakken de bal, of en wat ik het makkelijkst vind, we laten hem los. En we pakken de bal. Ding opnieuw. Dan. Voilà. Het loopt niet altijd smooth, maar ik vind het al beter dan de eerste keer dat ik de game speelde. De eerste keer dat ik de game speelde, was ik natuurlijk ook met een tutorial aan het doen. Logisch, want ja, ik weet niet hoe je dit allemaal uit je hoofd doet. Waarschijnlijk, ja, mensen die zo'n trolleybus besturen, die weten dan vooral van buiten wat die doen. Maar ja, het enige wat we hier in België van bussen hebben zijn trams en dinges. Wat we dan, ja, in normale bussen. Dus wat we dan doen is we gaan naar die zwarte ding hier en we duwen rechtermuisknop naar van deactivated naar prepared. Ik even kijken, staat mijn geluid aan? Yes. Wait a minute. Volgens mij. Ah nee. Dat dacht ik al. Ja, oké. Het loopt een beetje minder smooth voor mij. Want, ja, ik heb twee laptops. Dus ik heb mijn tweede laptop gebruikt als extra scherm. Als tweede monitor. En ja. Het loopt nog niet allemaal smooth, want ik wil dat het loopt. Oké, dus als we dat gedaan hebben, kunnen we deze deuren sluiten. Dan deze deuren goed sluiten. Dat is niet per se nodig. Dan gaan we de batterij aanzetten. Dan deze vier dingetjes. Dan de main power breaker. Dan gaan we hier zo'n lichten. Als het daar is, moet dat niet per se. Dan. Hardbase mounting. Don't forget your belongings when exiting the vehicle. If you found unattended belongings, immediately inform the driver. Oké, dan. Powersturing aanzetten. Dan sequence. En nu gaan we. Nu moet je kijken. Die gaat niet aan.
The next stop is Hotel Monument. Oh, wacht. Ik vergeet dat altijd. Voordat je de deuren echt kunt gebruiken, moet je deze één keer aanduwen. En nu gaan de deuren open en kunt je ook letterlijk rijden. Zoals je nu kunt zien, we gaan vertrekken. Waar je op moet letten is dat deze dingen altijd hier zo zitten. Op die aan die draad. Want als die daar niet aan zitten, dan krijgt de bus geen stroom en kunt je niet rijden, want het is een elektrische bus. Hier zo heb je zo'n dat er twee draden samenkomen. Dan moet je gewoon aan een rustig 10 km per uurtje doorrijden. En zoals je ziet is het niet detached. Deze bocht vind ik altijd kut als ik van dicht bij het depot kom. Maar... Ah, shit. Ik weet niet of dit goed gaat komen nu. Wait. Ja. Het is weer zover. Die bel betekent dat de kabels niet meer getest zijn. Oftewel, je moet die kabels opnieuw. Nee, dat is de verkeerde. Je moet die kabels opnieuw gaan doen. Maar ik weet dus niet welke dit is. Je zult zien, hier kun je zien. Prepare. We staan allebei dat ze klaar zijn, maar het ding zegt van niet. Ja, en dat vind ik zo kut en waarschijnlijk is dat een deuk. Dat gebeurt soms. Ik weet niet waarom, maar waarschijnlijk ik ging te traag. Daardoor, omdat ik mijn trein maken was. Maar zoals ik zeg, ik was echt slecht neergezet, dus ja. Dus wat we doen, pakken we de toolbox. Spannend, ik weer zo slecht. Zeg het, je wilt niet van voor spannen, je wilt meer van achter. Van achter kun je die dingen meer smooth pakken. Dan moet je niet eerst naar rechts draaien en dan naar links. Maar dan kun je direct naar links draaien. Wat uiteindelijk veel makkelijker is dan maar. Destination. Bordcontainer. Dus ja, je vraagt je af waarom heb ik minpunten bij van boven bij drivers points. Ik zou je zeggen, deze bus die remt heel traag. En ik kwam aan een rood licht, ik dacht dat het ding remt wel redelijk snel. Niet dus. Bam, vol door rood licht, -25 driver points. Oh fuck, dacht ik, ja. Oh shit, ploeg. Sorry, wat ik doing. Ja. Dat kan gebeuren, hè. Ja. Je hoeft niet per se dat te vervangen. Maar, ja. Ik zei het, als er minder dingen is, dan gaat die snel kapot gaan. En dat wil je niet hebben, dat die snel kapot gaat. Oha, doe kan.
Jean. Ik snap niet, hoe kunnen mensen dit in real life doen? Dat is toch echt moeilijk als je. Als het dit, en ik denk wel dat dit zo zou, dat zo zou zijn, in real life zou zijn, oeh. Ik hou van bussen, maar om dit elke dag te doen, nope. Daarom dat ik ook zoveel bus-related games doe. Zoals in Farming Simulator had ik eens een keer de busmod geïnstalleerd. Natuurlijk, omdat ik hou van bussen. Dus als jullie weten een goede busmod in Minecraft of zo, ja, dan mag je altijd laten weten. En wilt je deze game ook spelen? Dat zou ik heel fijn vinden als jullie die willen spelen. Neem het even op, zet het op YouTube. En ik zal voor deze video even uitzetten dat jullie geen links kunnen doorsturen. Dus voor deze ene video mogen jullie even links in de comments sturen. Maar natuurlijk niet waar het virus op zit. Denk even logisch na. Ja, trouwens, ik ga dat ook niet op mijn main computer openen. Voordat ik gehackt word. Maar ja. Als jullie even video's willen maken van hoe jullie dit spelen. En misschien tips die dit makkelijker maken. Dat mag altijd. Gedurende play. Oh wacht, shit. De batterij. Dan deze, die. En ik wil die even één keer flikken. Dat is gewoon het makkelijkste. Dan, wat je moet doen is één keer daarop duwen. Ik weet de knop nu altijd niet om dat te doen. Er is een knop om dat te doen, maar ik weet die niet. Na deze video ga ik die zoeken of jullie laten weten in de comments. Ook al zou ik het gevonden hebben, laat alsnog weten in de comments. En waarom wil dat niet werken? Ga ik even powersturing aanzetten. Die. Yes, oké. Dus als je alles gedaan hebt, even aan die sequence. Zoals dat knopje dat automatisch teruggaat, dus deze. Moet je even doen. En dan kun je deuren open doen, zoals je hier ziet. Hupsakee. De deuren zijn dicht. En we zijn vertrokken. Het eerste wat ik aan de link, aan die bovenkant ga doen, of aan mijn ding, ja, is naar rechts gaan. Zoals het dan. Voor hier naar rechts te gaan moet je even speed hebben op E duwen. Want als je op E duwt kun je geen gas geven. E uitzetten en nu kun je gaan. Shit. Dus zoals je hier ziet, ja, de kabel is losgegaan. Dan hoort je die tring.
Doe ik even de achterste deur op, want bij de achterste deur staan we scrollen. Batterij eruit. Want dat geluid is heel irritant om te horen. Dan. Dus zoals je hier kunt zien, deze is prepared, deze is activated. Zo. Dus wat je wilt doen als die loskomt, dat gaat in deze video waarschijnlijk nog een paar keer gebeuren. Heb ik gisteren mijn eerste officiële ronde die ik redelijk tot het einde heb af kunnen doen. Heb ik dat ook redelijk goed gedaan. Zoals dat dus, we hebben het gedaan. Dan batterij aan. Nu hoort je de piep niet meer. En de deur dicht en je kunt vertrekken. Misschien even de dingen aandoen. Oh. Dus zoals je kunt zien, dit is volledig, ja, dat stopt gewoon niet snel. Ik weet, je kunt de parking, dat stond nu P50%, ik weet, je kunt P100 hebben, maar ik weet niet hoe. Ook als jullie meer van deze game kennen en wat tips kunnen laten weten, is altijd mogen. Dat zou ik trouwens heel fijn vinden. Hier maakt niet uit hoeveel procent je erdoor rijdt. Dit is niet. Bij die andere is het echt 10 kilometer gelimiteerd. Als je te snel rijdt, vliegt dat eraf. Dat is expres gedaan natuurlijk. Omdat je in die bouw niet 100 km per uur gaat gassen. Oké, gaan we even. Remmen. Dus hier staat fully stop the vehicle. Dat telt nu niet, maar je moet op P duwen. Dan de knoppen. Oh. Oh. Zo. Deur opent. Dan de people stappen in. Dan close doors. P terug. B is parking break, mensen die het wel weten. En dan de. Meen jij dit nu serieus, kutting? Die, wacht, die zit er nog al. Hoe dan? Kijk, ik zei het al, dit gaat verschillende keren gebeuren. Dat wist ik op voorhand. Want ja, ik weet dus niet, hoe kan ik dat voorkomen? Dat dat gebeurt. Misschien hoort het ook niet te gebeuren, maar is het gewoon in de foutje. Maar alhoewel, ik denk als je zo'n game maakt, dat je er eerst op gaat letten. Nu zal het zijn, dus waarom gaat niemand zitten? Let ik zo van die maken. Hupsakee, deurtje dicht.
Alles goed gaat. Als het goed is, gaat dit automatisch. Ja, zie. Dus dit gaat automatisch. Ik heb geen E ingeduwd. Kijk, hier was ik dus verkeerd. Of ik dacht dat het hier was, of één daarna. Kan even goed zijn, één daarna, maar ik denk hier. Zo. Hups, oké, fully stopped de bus. Zo. 1, 2, 3. Dus van boven. Van boven, boven u is ja, ZQSD of WASD. Heb je zo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Daar, die 1, 2, 3 is voor de deuren. Oh ja. Chips. Zeg weer vast kutting. Stop, 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 stop. Stop. Oh. Oh, wacht, het was groen. Ik dacht dat het rood was. Door gassen. Is een powerbreaker. Ja. Mijn powerbreaker is afgeslagen. Zeg niet. Are you serious? Are you actually serious? En zo krijg je dus minpunten van het irritant spel. En ik zou je zeggen, die minpunten krijg je niet snel weg hoor. Per halte krijg je 2 punten erbij. Dat is gewoon echt weinig. Stop, stop. Wait for some time. Close the door. Parking brake omlaag en vertrekken.
Oh ja, ik moet die... Godver... Dus zoals ik al heb gezegd, het gaat een paar keer gebeuren in deze video, dus ja. Wacht, zal ik niet op de linker ding? Ja toch. Hou. Zo. God, het is samen. Moeten we weer wachten, hè? 38 seconden. Je wacht dubbel zo lang dan als je moet hitten dan dat je moet rijden. Dat is echt waar. Heel irritant, maar oké. Okay. Nog 18 seconden wachten en dan mogen we terug door. Zeven, zes, vijf, vier. 3, 2, 1, go! Niet eens dubbel zo lang, 3 dubbel zo lang. Huh. Are you actually kidding me? Why? Kan iemand even me in de comments laten weten waarom dat zo vaak gebeurt? En hoe ik dat kan oplossen, dat dat minder vaak gebeurt? Want ik rij gewoon normaal, of ja, zo normaal als ik kan rijden. Ik ken die zijdewijs. Dus ja. Zo. Oké. Waarschijnlijk is dat met die ding. Dat ding. Dat die kapot is daar. Maar ja. En ik ga je midden in een route gaan veranderen. Are you actually kidding me? Oh, what? Ja, ik denk dat ik dat moet gaan doen. Want hoe is het speelbaar? Het is toch echt niet speelbaar? Dus wat hebben we nodig? We hebben deze nodig, dan deze. Dan deze, dan deze. Dus we pakken eerst dit ding. We pakken de paal.
dan naar beneden en daar zo. Zo. Kunnen we die deactiveren zetten. Upski. Zo. Ups. Huh. Holy shit. Voor de mensen die willen weten wat er bijna was gebeurd, ik was bijna dood gegaan door die elektriciteit. Die elektriciteitsdraden. Dus wat er gebeurt, ik had dat ding vast. Redelijk normaal. Maar ik sprong. En dat is net hetgene wat je niet moet doen. Ah, zie, zoals je ziet, dat is een 0%, ja. Bij 0% moet je niet rijden, want ja, zoals je ziet, dan gaat het heel snel. Boot items. Boot item in de box. Dan, ik was al bijna vergeten deze te doen. Dus wat we dan doen, zo. Trouwens, voor mensen, willen jullie meer video's van dit spel zien? Of als dit spel echt officieel uitkomt? Laat het even weten in de comments. Willen jullie updates volgen van dit spel? Ga even naar Discord. Naar mijn Discord server staat. Voor deze keer ga ik die ook even in de. In de ding. Ga ik het ook erbij zetten. En wat ik wil zeggen is. Bent je een YouTuber, TikToker of iets anders? En je wilt goede kwaliteit aan materiaal en software krijgen. Ga even naar Streamlabs via de link in de beschrijving. Koop daar even de koop daar even de versie met mijn kortingscode. Krijg je de eerste maand 10% korting. En nog verschillende andere bonussen. Ja. Dus als je dat wilt doen, je support mijn dinges. Want voor elke 10% korting die jullie doen, krijg ik van Streamlabs 20 euro. Omdat ik hun sponsor. Wat op zich wel redelijk nice is. Dus als jullie dat willen doen, ga bezoek even, even het linkje in de beschrijving. De code wordt als het goed is automatisch ingevuld, maar voor zekerheid geef ik de code ook nog. De code en de linkje staan onder elkaar. Voor de betere versie. Want ik zou dus zeggen, ik gebruik Streamlabs ook. Ik heb dezelfde versie nog niet gekocht. En ik heb er spijt van. Want zo weinig dingen kun je doen zonder de Pro-versie. Je kunt wel dingen doen zoals de Streamlabs app. Die ik nu gebruik om op te nemen. Maar, ja. Ik gebruik nu Streamlabs al een half jaartje of zo. En ik ben er heel blij mee. Zo, even een lamp aanzetten. Dus ja, als jullie Streamlabs voor een lagere prijs kunnen krijgen. Kan ik ook, ik kan ook zelf mijn code gebruiken, ja. Waarom
Ja, eigenlijk op zich, ik ga dat wel doen. Als ik het ga kopen, zou ik sowieso eigen internet gewoon gebruiken. Maar dank Streamlabs voor deze video soort van te sponsoren. En ja, het is geen officiële sponsoring, want ja, iedereen kan gesponsord worden als die Streamlabs gebruiken. Je moet alleen weten hoe. Shit. Wacht. Dan de bonkentje. Oh, wacht, ik moet eerst even deze. Zo. Ik weet niet, maar in het echt laatste dit ding niet zomaar los zo. Nee. Ik zweer, die was mooi gel. Je moet die niet zo loslaan. Gewoon zo. Dan zo. Laat die niet zo los, die gaan. Zo, daarachter. Dan, niet vergeten deze repairs te maken. Put item in the box. Oh, wait a minute. Wait a minute. Dat is het verkeerde, want ik moet hier rechtdoor. Ja, dacht ik al. Ja, ik moet sowieso gaan, want het zat op de verkeerde op de een of andere manier. Ik weet niet of ik dit spel nog vaak ga spelen, maar het is een heel goed doel, dit spel. Shit, ding.
Dus niet vergeten, we zijn jullie content creator op een platform dat wordt geaccepteerd door Streamlabs. Waarom niet? Je kunt GIFs maken. Je kunt zelf op Twitch. En ik zou je zeggen, voor livestreams, ik zou je zeggen, voor Twitch heb je echt heel speciaal dingen. Ja, betere dingen dan voor YouTube misschien wel. En ja, ik zou niet, als je nu wil kopen, dan dat zou ik niet snappen. Je krijgt van mij 10% korting. Waarom niet? Volgens mij had ik E ingeduwd. En dat betekent, ja, het is niet standaard route die je volgt. Ja. Als jullie suggesties hebben voor games die ik moet spelen, het liefst gratis, maar als het echt de moeite waard is, wil ik wel een game kopen. Ja, ik kan jullie al even iets geven. Ik ga niet per se een game kopen, maar want ik wil ja, binnenkort. Waarschijnlijk rond de kerstperiode ga ik een dinges ga ik een sturingwiel krijgen, en dan ga ik ook nog dinges kopen. Euro Truck Simulator, dan kan ik Euro Truck gaan spelen. Ik hoop dat de sturingwiel ook op Roblox met werkt. Ik weet op Xbox en zo werkt dan op sturingwiel met 100. Maar ja. Dus hier was ik ja, stilgevallen. Ik was op de een of andere manier hier te veel naar rechts gegaan. Vol in die stenen en ik raakte er niet uit.
fixed up. Are you actually kidding me? Schlechter Form, minder Reset, Wandart ist auch bei 4. Der Endgame Towers. Recht ist Guatemala, ja. Op zich, dit deel gaat wel redelijk smooth. Ik heb die dingen vervangen en dan is het waar ik smoot ging. Trouwens, willen jullie ook zien dat ik een Game Pass koop? Ik heb een heel fijne Game Pass gezien van dingen. Is dit? Nee, oké. Okay. Ik dacht even, dit is die bol, maar daar zijn we nog niet echt. Dus wat ik wil zeggen, ik heb een heel leuke Game Pass gezien, want ja. Is het weer zover? Dus een Game Pass van een bus. Of course, een bus. Oh my god. Ik had makkelijk tot daar kunnen doorgassen. Maar dus ik had een Game Pass van een bus gezien. Ik hou van bus natuurlijk. Maar meer specifiek. Articulated bussen, oftewel hoe wij het noemen, harmonica bussen, of ja, hoe het op Google staat, een gelegde bus. Zo, of ja, die verlengde bussen. Ja. Die is goed, die is niet goed. Is dit het bus die van? Nee. Het kan zijn. Ik ben even weg, dus ja. Oké, top. Hoe is het weer mogelijk dat ik echt tegen de paal mee gereden? Stop, jassen. Ja. Dus wat ik nu al zeg, ik wil tijdens deze vakantie is 2 maanden. Heel wat gaan livestreamen als ik tijd heb. Ja, ik kan niet per se zeggen dat ik altijd webcam ga hebben en ga kunnen praten. Maar in de ochtend, als net als ik deze video opneem,
rond 7 uur gaat zijn, dan wel meestal. Ja, als ik rond 7 uur start, dan kan ik ook maar maximum 2 uurtjes. Of ja, tenzij iets speciaals is, maar normaal is het maximum 2 uur dat ik kan live gaan. En laat even weten waarop ik moet live gaan, op Twitch, op YouTube. Ik wil gewoon weer heel veel weten van jullie. Want ja, het is heel moeilijk om video's te maken tijdens de schooluren. En meestal heb je eigenlijk ook geen zin om een te maken. Als het net zoals nu is, ik kom een heel leuke game tegen, dan wil ik zeker een video maken. Ik was ook een tijd aan het denken voor dingen. My Summer Card koop heb ik. En daarna heb ik het, dacht ik zo van ja, het is eigenlijk niet de moeite waard. Het was 6 euro of zo op Steam. Het is eigenlijk echt niet de moeite waard. Voor 6 euro. Maar ja, daarom staat het dus op Steam. Steam is heel duur. Zelf kleine. Kleine game developers kunnen best naar Steam gaan voor echt geld te kunnen verdienen. Als je met andere games geld verdient, net als grote game developers, kun je naar bijvoorbeeld Epic Games gaan. Daar kun je ook games verkopen voor geld, maar meer de kleinere games. Ja, minder werk ingestoken. Die gaan dan. Ja, die ook niet. Shit. Waarbij de makers ook zeggen: het boeit me eigenlijk niet of je er geld mee verdient. Dus ja, wat willen jullie zien? Willen jullie dat ik ook een soort serie start van als ik Eurotruck heb? Wil je dat ik daar een serie van start, dat ik elke 2 weken of elke week een video maak van Eurotruck? En zouden jullie, ja, zeker op het begin daar wat meer offline gaan spelen. Want ja, ik zou je zeggen, het begin dat is redelijk saai. Trouwens, de eerste video ga ik ook. De eerste video ga ik een timelapse maken. Want ja, je begint natuurlijk met een huurvrachtwagen. Is wel kut, maar ja, wat kan er tegen doen? Als dus ik begin met een vrachtwagenbedrijf, kun je niet direct een dikke vrachtwagen kopen, tenzij je veel spaargeld hebt. Oké, waarschijnlijk de route is nog niet helemaal gedaan, maar dit is wel de laatste route die ik ga doen. Want, ik
heb geen tijd meer, ik moet ergens naartoe. Naartoe, en ja. Staat daar ook echt op? 10 Orange Avenue. Ja, oké, okay, het staat echt op. Oké. Okay. Mag ik jullie allemaal hartelijk danken voor deze video te kijken. En nog even. Zijn jullie content creator? Ga even de link in de beschrijving. Kun jullie Streamlabs Ultra kopen met 10% korting.